15e Elfstedentocht gaat door. De organisatie is begonnen. Israëlische militair schiet wapen leeg in Hebron. Rustige jaarwisseling dankzij ijzige kou. Goedenavond. De 15e Elfstedentocht gaat definitief door. Voorzitter Kroes van de vereniging Elfsteden heeft dat zojuist bekendgemaakt op een persconferentie in Leeuwarden. Er zijn twee mogelijkheden, komende zaterdag of begin volgende week. Rajonhoofden en bestuur nemen hierover morgen een definitief besluit. De organisatie draait inmiddels op volle toeren. Op deze nieuwjaarsdag zijn bestuur en rajonhoofden deze winter voor het eerst bijeengekomen in Leeuwarden in verband met de ijssituatie op het Elfstedenparcours. Een uur geleden bracht de voorzitter verslag uit. Ik heb u vanmorgen aangekondigd dat we nog niet een datum zouden noemen. Dat zullen we ook niet doen. Maar, wat we wel gezegd hebben, wij gaan los met onze organisatie. Wij gaan ervan uit dat er een Elfstedentocht komt. Alleen ik kan u de datum nog niet noemen. Die datum zal vermoedelijk morgen worden vastgesteld. De kabinetchef van de provincie Friesland zei dat de commissaris de koningin morgen zijn vakantie zal onderbreken voor overleg met het bestuur van de vereniging de Friese Elfsteden. Opmerkelijk is dat er tot een tocht is besloten, terwijl er sprake is van drie grote knelpunten. We zijn wel optimistisch, maar er moeten nou wel 3-4 naar de vorst komen. Flinke vorst, onder de bruggen, buiten de bruggen gaat het wel. Net als een collega van Harlingen heeft ook het rajonhof van Bartlehiem te weinig ijs. Hetzelfde probleem speelt bij de passage in Sneek. In Bartlehiem heeft het afgelopen nacht 10 graden gevroren. Ik heb vanmorgen de route even gecontroleerd. Maar ik zie het nog niet dat we deze week de Elfstedentocht krijgen. Want ik heb op Bartlehiem heb ik nog veel te weinig ijs. Maar hier staat tegenover dat sinds vandaag 90% van de Elfstedenroute in een uitmuntende conditie verkeert. Het is gewoon zo, van die 200 kilometer is er 180 kilometer goed. De 15e Elfstedentocht gaat door op zaterdag of volgende week. Het wordt een barre tocht. De lage temperaturen en de korte tijd waarin gereden kan worden. Ik bedoel wat betreft daglicht, want het is laat licht en vroeg donker. Met, denk ik, hele lage temperaturen. Dat konden voor veel mensen wel eens funest worden. Ja. En veel ongelukken, denk ik. Aan het eind van deze uitzending krijgt u in verband met de Elfstedentocht extra informatie over de weersvooruitzichten. Hij wilde de terugtrekking van het Israëlische leger uit Hebron verhinderen. En daarom schoot een Israëlische militair vanmorgen in het wilde weg op een Palestijnse markt. 7 Palestijnen raakten gewond. Maar premier Netanyahu van Israël en de Palestijnse president Arafat hebben gezegd dat ze het vredesproces niet laten saboteren. Een 19-jarige Israëlische soldaat werd vanochtend door andere soldaten overmeesterd nadat hij een aanslag had gepleegd op de Arabische markt van Hebron. Iedereen spreekt van geluk dat er alleen maar gewonden zijn gevallen, waardoor de Palestijnse onlusten na de aanslag beperkt zijn gebleven. De dader is afkomstig uit een Joodse nederzetting op de westelijke Jordaanoever. Na zijn arrestatie vertelde soldaat Friedman trots aan de politie dat hij heeft gehandeld uit protest tegen het op handen zijnde Hebron-akkoord tussen Israël en de Palestijnse bevrijdingsorganisatie. Bibi Sherlevat, en Judy Machor. Moshe. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanslag scherp veroordeeld. I want to express our shock and revulsion at the crime committed in Hebron today. We condemn it. We repudiate it completely. It is a despicable crime. Na de aanslag werden de onderhandelingen stopgezet door de Palestijnen, maar vanavond zijn de gesprekken alweer voortgezet omdat voor beide partijen te veel op het spel staat. De Palestijnen zijn woedend dat de Israëlische regering maanden onderhandelt over de veiligheidssituatie van de Joodse kolonisten in Hebron en onvoldoende begrip heeft opgebracht voor de veiligheid van de Palestijnse bevolking. Verwacht wordt dan ook dat de Palestijnen door deze aanslag met nieuwe eisen zullen komen bij de onderhandelingen. Het is tijdens de jaarwisseling tamelijk rustig gebleven. En dat heeft volgens de politie vooral te maken met de ongemeen ijzige kou.
Ook in het traditioneel onrustige Den Haag bleef het vrij kalm, al werden enkele tientallen mensen gearresteerd. Ook elders is het nieuwe jaar rustig begonnen. Kampvuren houden de mensen in Middelbeers een beetje warm. Het is een bijzondere jaarwisseling in dit kleine Brabantse dorp. Het zijn de laatste minuten dat het dorp nog een zelfstandige gemeente is. De seconden tikken weg. 5, 4, 3, 2, 1. Sinds anderhalve minuut ben ik ambteloos burger. Wat gaat u nu doen? Ik ga met de fut, dus ik ga van alles wat plezierig is wat meedoen. Om middernacht precies verdwijnt na 174 jaar de zelfstandige gemeente Oost, West en Middelbeers. Door de gemeentelijke herindeling worden de dorpen onderdeel van Oorschot. Nog één keer vieren de dorpelingen oud en nieuw samen. Weemoed overheerst ook verderop in het kerkdorp Biezenmortel. Een speciale dienst wordt gehouden in het Kapucijnenklooster in het centrum. In het nieuwe jaar horen de inwoners niet meer bij Udenhout, maar bij Haren. In de grote steden is het relatief rustig gebleven vannacht. In Rotterdam was een aantal brandjes, maar verder zijn er geen grote problemen geweest. De ziekenhuizen daar hebben maar 15 mensen behandeld met brandwonden. Het heeft ongetwijfeld te maken met de kou. Het is geen pretje om lang buiten te zijn. In Middelbeers duurt het feest dan ook niet lang. Als het nieuwe jaar nog maar krap een half uur oud is, vindt de brandweer het welletjes. De mannen willen naar huis. Sportievelingen nemen traditioneel op de eerste dag van een nieuw jaar een duik in de ijskoude zee. Op verschillende plaatsen langs de kust holden zij het water tegemoet, zoals in Scheveningen. Bij de Scheveningse pier gingen 150 mensen, onder wie veel kinderen, de ijskoude zee in. Temperatuur op het strand min 10 graden en van het water plus 4 graden. Een echte duik was voor de meesten te veel gevraagd. Het was meer pootje baden en daarna zo snel mogelijk weer naar binnen. In Wageningen is een oudjaarfeest in een Joegoslavisch restaurant uitgelopen op een schietpartij. Daarbij vielen 3 doden. Iets na 2 uur afgelopen nacht drongen 2 mannen het restaurant binnen. Daar waren op dat moment zo'n 100 mensen aan het feesten. 2 mensen werden op slag gedood, een derde overleed later in het ziekenhuis. Door de paniek na de schietpartij kon de politie nauwelijks een onderzoek beginnen. We hebben geen verdachten kunnen aanhouden. Wij weten ook niet of op het moment dat de politie ter plaatse kwam deze mensen vertrokken waren. Ook dat moet nog nader uitgezocht worden. Ook het motief van de daders is nog onbekend. In de Servische hoofdstad Belgrado waren afgelopen nacht meer dan 250.000 mensen op de been om de viering van oud en nieuw te combineren met een demonstratie tegen president Milosevic. Demonstreren was verboden en daarom had de oppositie de mensen uitgenodigd voor een nieuwjaarsbal met muziek, gezang en ook een goochelaar die stembiljetten kon laten verdwijnen. Een protest tegen de fraude bij lokale verkiezingen 1,5 maand geleden. Milosevic weigert nog altijd de overwinning van de oppositie te erkennen. In Peru hebben de rebellen 2 gijzelaars vrijgelaten, de ambassadeur van Honduras en de consul van Argentinië. Dat gebeurde kort voor middernacht. Er was gehoopt op een snelle ontknoping van de gijzeling in de woning van de Japanse ambassadeur in Lima. Maar de zaak zit muurvast. De rebellen houden vast aan hun eis, vrijlating van 400 medestrijders. Ze houden nu nog 81 mensen in gijzeling. Amsterdam gaat het komend half jaar, tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, optreden als gastheer voor diverse Europese topbijeenkomsten. De stad heeft er ruim 6 miljoen gulden voor uitgetrokken. Een toeristische campagne met een speciaal ontworpen slogan. Zo wil Amsterdam het komende half jaar de buitenlanders duidelijk maken dat het meer te bieden heeft dan coffeeshops en prostituees. Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie zijn alle ogen gericht op Amsterdam. Want daar is op 16 en 17 juni de Europese top. Op de bovenste etage van de Nederlandse bank. 15 regeringsleiders, 2 presidenten en duizenden ambtenaren en journalisten komen dan op bezoek. Volgens burgemeester Partijn is Amsterdam klaar. Dat je de stad voor 2 dagen op zijn kop zet. En dat je dus rond het Frederiksplein, met name waar de conferentie wordt gehouden, een zeer groot aantal strenge maatregelen moet nemen. Maar het is maar 2 dagen. En we zijn wel wat gewend. We hebben ook de huldiging van Ajax vele malen gehad. Grote demonstraties, andere conferenties. We zijn wel wat gewend. Het veiligheidsplan is in concept al klaar. Aan het coffeeshopbeleid zal het komende half jaar niets worden veranderd. We zijn met de dingen die we op het punt van schoonmaken, zoals prostitutiebeleid, drugsbeleid, coffeeshops sluiten, graffiti verwijderen, zijn we al 2-3 jaar bezig.
En we gaan daar gewoon mee door. En daar is een topconferentie, een incident bij. En iedereen die hier komt zal zien dat Amsterdam bezig is zichzelf op te ruimen. Maar dat heeft niets met de top te maken. Eind deze maand wordt in Amsterdam al de eerste Europese bijeenkomst gehouden. Monique Somers nu met het weer. De Elfstedentocht gaat door, maar wanneer? Dat is natuurlijk sterk afhankelijk van het weer. Nou, dit is de situatie, want tot en met zaterdag liggen de hoge drukgebieden nog ten noorden van ons. En daardoor houden we nog steeds die hele koude oostelijke wind en vriest het nog steeds matig tot zelfs streng. Maar zondag, dan gaat er wat veranderen. Want er ligt nog een lage drukgebied hier ten zuiden bij de Middellandse Zee. Die komt zondag meer naar het noorden toe. En het hoge drukgebied dat trekt zich geleidelijk aan terug. En daardoor draait de wind dan naar het noorden toe. En dat is niet gunstig, want de wind vanaf de Noordzee is veel minder koud. En dan vriest het ook een stuk minder. Dit zijn landelijke temperaturen. Maar dat betekent voor Friesland dat het zaterdag nog een oostelijke wind staat met overdag temperaturen van 6 graden onder nul. Maar zondag, dan draait de wind naar het noorden toe. Krijgen we meer bewolking. Het gaat ook af en toe sneeuwen. En de temperatuur 's middags ligt dan rond het vriespunt. En dat doet allemaal geen goed aan het ijs natuurlijk. Het ziet er overigens wel naar uit dat volgende week de temperatuur weer gewoon omlaag gaat. Tot zover het journaal van 8 uur. Om 10 uur zijn we terug op Nederland 3. Dames en heren, een prettige avond verder.